Hey allemaal, welkom weer bij een nieuwe week Weight Watchers. Kijk, het ziet er zo goed uit. Ik hoop ook dat het zo lekker is. Het is Libanees brood met gegrilde aubergine en geitenkaas met rozemarijn. En achter mij zit René. Hi René. Hey allemaal, het is dinsdagochtend en ik ga me klaarmaken voor weer een nieuwe werkdag. Ik moet zeggen, ik ben best wel moe. Ik zit er de laatste paar dagen, eigenlijk sinds de crematie van mijn opa, niet echt heel erg lekker in. En dat merk ik ook op het gebied van eten. Ik merk dat het controle weer wat minder, eigenlijk het eten weer wat minder onder controle hou. En dat is niet echt heel erg goed. En dat maakt me ook wel een beetje verdrietig, dat ik denk, ja, moet ik niet allemaal laten varen voor wat ik allemaal heb gedaan. Maar ja, ik moet gewoon eventjes doorwerken en maar even kijken. Qua sporten en zo gaat altijd prima, weet je. Ik sport altijd 3 keer per week, maar het eten, dat is gewoon bij mij altijd de kwestie. Ik hou gewoon heel erg van eten. Maar de balans is de ene dag weer wel, de andere dag weer niet. En ik moet gewoon zorgen dat het weer allemaal consistent goed is. En niet weer 1 keer goed, de andere keer slecht. Maar goed, ik hoop dat dat gewoon weer terugkomt. En ik weet niet. Maar goed, nu even ontbijtje klaarmaken en dan weer another day at the office. Leftover Moxie Mattie. Ik heb er zoveel zin in. Het is ook zo lekker. Vandaag ontbijt ik met magere kwark en aardbeidjes. Een egg wrap met gerookte kip, zochtige tomaatjes en volgens mij ook huttenkees, hè? Hoi meiden, Danique en ik zijn er terug van de hele dag filmen. We hebben voor Aussie gefilmd en daardoor hebben we eigenlijk Danique's droom laten uitkomen. Ze heeft namelijk iets mogen uitzoeken bij Tiffany & Co. Wat echt super gaaf is natuurlijk. En we hebben er eigenlijk de dag voor gefilmd, dus ze heeft heel mooi haar gedaan bij de Funkamer. En binnenkort zie je op ons YouTube kanaal dit volledige filmpje die we hebben gemaakt. Dus vergeet vooral niet even om te abonneren, want dan zie je die op een donderdag of op een zondag vanzelf verschijnen. Kippetje met aardappeltjes. Goedemorgen iedereen, het is donderdagochtend en ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik voel me gelukkig weer wat fitter. Ik heb een beetje naar mijn lichaam geluisterd. Normaal zou ik echt al op 1 of 2 keer hebben gesport, maar nu heb ik echt helemaal nog niks gedaan. Ik voel het een beetje onnatuurlijk, maar het is wel goed even mijn lichaam rust geven als het het nodig heeft. Gisteren was namelijk echt een superleuke dag. Ik heb helaas niet kunnen filmen omdat dat nog niet op beeld mag. Het gaat pas begin september wordt de video getoond. We hebben namelijk een samenwerking met Aussie. En daarin heb ik een droom moeten laten uitkomen. En op Instagram hebben jullie misschien wel kunnen zien. Dat ik een droom heb laten uitkomen bij Tiffany's. Wat ik precies heb gedaan en hoe ik dat heb gedaan, dat volgt allemaal later nog wel. Maar mocht je me op de hoogte willen houden, moet je me vooral even volgen op Instagram. Dat is @DanieKhoofwijk. En dan kun je helemaal allemaal zien wat ik meemaak. Maar gisteren was dus best wel een drukke dag, dus niet heel erg veel gefilmd. Maar die heeft eventjes nog een stukje van mij gefilmd, dus dat was wel heel erg leuk. En vandaag heb ik een pers-event bij Pluk Amsterdam. Dat is echt te leuk. Ja, echt, wat wil ik zeggen, gewoon echt te leuk tentje om wat te gaan eten. Heel biologisch. Van die acai bowls, allemaal smoothies. Echt super lekker. Dus dat zal ik allemaal gaan filmen. En verder gewoon best wel een rustig dagje. Ik moet nog heel veel doen. But first things first. Breakfast! Vandaag ontbijt ik gewoon heel ordinair met een bammetje in mijn hand. En serranoham. Welkom in het regenachtige Amsterdam. Kijk met wie ik ben, met Vivian. Hallo! Misschien kennen jullie haar nog wel. Ze is uitstagiaire geweest bij Girls TV. En ze heeft nu haar eigen site. Hoe heet die? De Daily Dutchy. Zeker kijken, heel erg leuk. Dus blijf kijken. En we gaan nu naar Pluk Amsterdam. Superleuk tentje. En eigenlijk weet ik niet precies wat het is. Ik weet alleen dat het iets met vitamin is. Van die vitamin well water. Nieuwe lijn geloof ik. Oh, oké. Okay, kijk, jij bent al meer. Dus daar gaan we nu naartoe. Ik ben heel benieuwd. Kijk. Hoe lekker. Kijk hoe leuk dit is. Love it! Oh. Oh my god, check dit telefoonhoesje. Kan je nog wel vasthouden? Love it! Waar heb je die vandaan? Korea. Korea. Oh, hij is zo leuk! Hier
die ben ik nu aan het drinken. En dan heb je nog. Dat is Starbucks. Maar moeten we nu Instagram stories doen? Oh ja, dat is nu. Oh, de smaakjes. Café latte, skinny latte. Ja, Snapchat ook. Café Americano. Cappuccino. Nou ja, zelf. En Martijn. Allemaal, het is vrijdag. Kijk, hebben we nu een kettinkje om. Helemaal blij mee. Wow, ik lijk echt super bruin. Zo bruin ben ik echt niet hoor. Maar ik ben helemaal alleen op kantoor. Kijk nou. Het is vrijdag. Kijk. Echt helemaal niemand is er. Zo saai. Volgens mij komt Emma zo meteen wel, dus dat is best wel gezellig. Ik ga zo meteen aan de slag. En ik heb gelukkig vandaag vrij weinig op de planning staan. Ik denk dat we vanmiddag nog heel even gaan shooten, want we hebben nieuwe schoenen gekregen van Sarenza. Zie je dat? My favorite! En dan gaan we shooten en verder ga ik vanavond lekker uit eten met mijn vriendje. Een beetje wandelen en dan weekend vieren. Ik ben trouwens net heel even lekker naar dat ijskastje achter gegaan, zoals je ziet. En heb ik een Café Americano uitgekozen. En dit is een nieuwe smaak van Starbucks. En hij is zo lekker. Het is echt... Ja, ik proef echt gewoon meer naar koffie. Ik ben niet zo heel erg van de zoete koffievarianten. Dus met karamel of met chocolade erin. En dit is dan echt een Café Americano. Dus die proeft echt het meest naar koffie. Lekker! En je ultima Griekse saus. Die is zo lekker. We zitten bij City Hall in Leiden. Kijk, hoe gezellig. Lekker buiten. Toch. Risotto. En Fanny heeft een pizza. Goedemorgen iedereen. Gisteren heb ik per ongeluk echt bijna helemaal niks gefilmd. Echt schandalig, sorry daarvoor. Ik ben gisteren gewoon lekker gaan sporten. Ik heb deze week dan 2 keer gesport. En gisteren gewoon verder heel rustig aangedaan. Ik heb nog even op de markt wat lekker fruit gehaald. Want vandaag ga ik bootje varen met echt een super goede vriend van mij. Die is jarig. Tenminste, we starten bij Breukelen en dan volgens mij door Utrecht heen. Ik ben heel erg benieuwd. Dus dat gaan we vandaag doen. Maar ik hoop dat het wel iets beter weer wordt. Want het is nu een beetje heijig, waaierig. Niet echt heel mooi. Dus ik ga nu mijn fruitsalade maken. En dan ga ik alles een beetje klaarmaken. Ik ontbijt vandaag met skeeryoghurt, een banaantje en die biologische spelt, amarant en een beetje honing. Het is nu avond en het was echt super leuk. Ik heb echt heerlijk gevaren. Nu ben ik thuis. Ik ga even lekker wat eten maken. Ik ga een pasta salade doen met speldpasta. Wat gemengde sla, een beetje tomaatjes, komkommer en een beetje olijfolie. Dat ga ik zo meteen nog even filmen. Maar dit was de vlog alweer van deze week. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vinden. En duimpjes omhoog als je de vlog leuk vindt. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Want dat kan elke donderdag en zondag zie je dan een nieuwe video om 4 uur. En dan zie ik jou gewoon weer de volgende keer weer. Doei doei! Ik heb dus deze week 3 keer weer gesport. Ik heb 1 keer tennis gedaan, 1 keer body attack, dus een beetje dat insanity. En nu net weer voor de eerste keer body pump.